op de IJsselbrug werd op een zondagmiddag gefilmd. Hadden die brug ter hun beschikking. En Els had gezegd, kom je even kijken. Ik rijd er naartoe op een zondagmiddag. En uit de verte zag ik, vanuit de auto zag ik die brug met die silhouetten van die trekkers. Van die hongerleiers met een kinderwagentje. En Duitsers met het, hè, weet je het nog uit de film? Dat je dat zo ziet, die silhouetten op de brug. Nou, het was werkelijk alsof ik weer in 44 daar liep. Had u achteraf gezien sommige dingen in de film anders gewild? Een heel belangrijk punt waar we lang over hebben gepraat is, schiet Michiel zijn oom dood of niet? Ik ben er nog niet zo blij mee dat hij hem in zijn rug schiet, hoor. Dat zou ik anders gedaan hebben. Okay. Hoe was de scène waarbij je door het ijs valt gemaakt? Piepschuim achter spul en hadden ze dan een beetje zilverachtig spul met een spuitbus overheen gespoten. Dat het dus ook een beetje glinsterde van ijs. Daar hadden ze zo'n laag kaarsvet overheen, zo heel groot over het hele bassin, zo'n laag kaarsvet. En dat leek dan ook net ijs. Wat vond u van de vragen over de film die u kreeg? Nou, ze hadden erover nagedacht, dat is duidelijk. Ik vond goede vragen in het algemeen. Ik kon ook merken dat ze zich verdiept hadden in het onderwerp van film en boek. Ja. Nou, ik was sowieso heel benieuwd, omdat heel veel vragen vaak vanuit het publiek zijn van die standaard vragen van hoe lang duurt het om een film op te nemen of heb je een vriendinnetje, dat soort dingen. En nu is het wel leuk om echt goede vragen te krijgen.